Welkom bij SVZW TV en deze keer de wedstrijd SVZW tegen ONS Nijk. SVZW begint aan de vierde wedstrijd. Ze hebben alles al gedaan. Ze hebben een keer verloren, ze hebben een keer gewonnen en een keer gelijk gespeeld. Dus nu is het de vraag, wat gaan ze doen tegen ONS Nijk? ONS Nijk ook een van de kampioenskandidaten in deze hoofdklasse C. Met Mark de Vries als de aanvaller. Die van Cambuur overkwam en nu bij ONS Nijk voetbalt. ONS Nijk hier met een corner. Die wordt al genomen, wordt dan ook goed ingekopt. Maar kan Michiel Achterhoek gelukkig die bal wegstompen. Is de bal nog niet helemaal uit het strafschopgebied verdwenen. Maar kan SVZW overnemen. Hier met Davy Perik. Davy Perik op een balletje op Mirko Swiers. Die kan naar voren toe. Haalt dan de achterlijn. Kap nog een keer, zet dan die bal voor. Prima mogelijkheid, maar wordt helaas niet ingekopt. En zo gaat een kans voorbij voor SVZW. Wat er dan overblijft is een corner door Tim Engbers geschoten. Mooi voorgebracht, daar staat er Kevin Aman nog. Kevin Aman, kan die de bal voorbrengen? Dan wordt er toch geappelleerd voor Hens door Mark de Vries. En kleunt Bas Woesthuizen er nog een keer in. Nog even een keer in herhaling. Maar het is moeilijk te zien. Kevin Aman weet het zeker. En de scheidsrechter die geeft Bas Woesthuis nog een gele kaart. Dan nog weer een opstomende Kevin Aman van SCZW. Maakt het de verdediging lastig en dan komt die bal net niet goed mee in de kluts. En gaat er een kans voorbij. Het was een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Het weer was goed. En twee elftallen die echt wouden aanvallen. Hier weer een prachtige mogelijkheid voor ONS Nijk, Gutti González. Komt er nog een corner uit. Die wordt dan overgekopt door Mark de Vries. Mark de Vries een gevaarlijke aanvaller. Beer van een vent. Sterk. En dan is het weer ONS Nijk. Met hier Sander van der Heijden. Sander van der Heijden, de aanvoerder. Maar kan Michiel Achterhoek er net voor liggen. Prima redding van onze keeper. Dan zie je het spel heen en weer golven. Nu weer SVZW hier aan de bal. Oh, met een prachtige mogelijkheid voor Kevin Aman. Kevin Aman die de bal dan net over de kruising heen tilt. Heel jammer. Weer een afstandsschot, dit keer van ONS Nijk. Maar gaat ook over. Nou, eens kijken van achteruit. Een verre bal van Jordi. Jordi die schiet hem dan naar Mirko Swiers die naar voren toe is gegaan. Dan Kevin Aman swingend die bal voor de goal. Dan kan Tim Engels die bal overnemen. Tim Engels met een prachtig schot op de lat. En Nigel Michels kan de bal ook niet in de goal krijgen. Prachtige mogelijkheid. Dit had toch wel 1-0 moeten zijn. Nog één keer in herhaling. Tim Engels, prachtig schot op de lat. Spat hij uit elkaar. Nigel Michels krijgt hem gewoon net niet in. Dan is het Michiel Verkeulen. Michiel Verkeulen. Weer op Tim Engbers. Tim Engbers dreigt. En gaat naar voren. En dan wordt hij toch onderuit gehaald. Scheidsrechter zegt niks aan de hand. Maar dit was toch wel degelijk een overtreding. Dan een vrije trap voor ONS Nijk. En dan is het toch even oppassen voor SVZW. Want de meeste goals komen uit standaard situaties. En hier is Chris de Wacht. Chris de Wacht die kopt hem er zo in. Staat helemaal vrij. Niemand pakt hem aan. Hier nog een keer in herhaling. Bas Woesthuizen komt eigenlijk te laat en kan hem heel makkelijk inkoppen. En zo staat het 0-1 voor ONS Nijk. Daar waar de meeste kansen waren voor SVZW. Maar SVZW geeft niet op, gaat gewoon door. Hier een bal voor de goal. Maar dan kan keeper Pruiksma die bal makkelijk pakken. SVZW op jacht naar die gelijkmaker. Nou weer een schot. Net over. En dan zitten we inmiddels al in de tweede helft. Hier Davy Perik, de topscorer van SVZW. Kan hij die bal voorkrijgen? Ja, dat kan niet, maar Pruiksma kan dan de bal makkelijk pakken. En dat ziet ook Paul Krabber. Een corner voor SVZW. SVZW die in de tweede helft al gelijk begon met aandringen. Op zoek naar die eerste gelijkmaker. Maar je ziet hier net de bal eroverheen. Dan is weer een mogelijkheid voor ONS Nijk. ONS Nijk hier met de bal naar voren toe. Gaat voor iedereen langs. Wordt de bal niet goed weggewerkt door de verdediging. Kon nog een afstandsschot komen en dan weer een prachtige redding van Michiel Achterhoek. Michiel Achterhoek heeft toch een aantal ballen prachtig kunnen pakken. Goeie keeper van SVZW. SVZW weer met een aanval. Kijken of het een snelle counter kan worden. Kevin Aman kijkt naar het centrum. Wie staat daar? Oh, net de bal langs Davy Perik. Hier Tim Engbers. Een balletje op Jordi van Eck. En wil een 1-2'tje aangaan met Nigel Michels. Een 1-2-3'tje wordt het zelfs. En dan wordt hij onderuit gehaald. En dan is het een penalty voor SVZW.
En dan wordt het een gevecht tussen Biewe Pruiksma en Davy Perik. Wie gaat deze winnen? Davy Perik goed geconcentreerd. Pakt een hoek in zijn gedachten. En dan schiet hij en dan is het recht op de keeper af. En dan kan Pruiksma heel makkelijk die bal wegboksen. Ook de rebound door Nigel Michels wordt niet goed besteed en vliegt de bal over. Waar SVZW recht had op een 1-1, is het nog steeds een 0-1. Dan een corner voor SVZW. Wordt de bal mooi hoog voorgeslingerd. Oh, dan is het Pruiksma met een prachtige redding. Dan nog een keer Michiel Achterhoek. Michiel Achterhoek. En dan wordt die bal naast geschoten. SVZW had toch wel recht op een gelijkmaker. Maar je ziet het vaak, dan wordt het aan de andere kant gescoord. Maar weer is het Michiel Achterhoek die dat in de weg ligt. Michiel Achterhoek, ik wil hem wel uitroepen als man of the match. Wordt dan hier omspeeld door een aanvaller van ONS Steek. Maar komt op tijd terug en dan kan Michiel Verkeulen netjes wegwerken. Michael Wens, ik ben een prachtige bal. Of wie op Kevin Aman. Kevin Aman kan een koppen. Oh, en dan is het weer Pruiksma die daar aan de andere kant op de goal over in de weg staat. En zo wordt het publiek echt getrakteerd op een heerlijke wedstrijd op het Sportpark Lagerveld. Een ingooi van SVZW. Dan komt de bal terecht bij Kevin Aman. Kevin Aman kan hij de tegenstander van zich afhouden. Hier met wat mooie trucjes en bewegingen. Zeer technische voetballer. En dan is hij de tegenstander voorbij. Zet hij die bal voor. Wie is daar? Martijn Maris. Weer een balletje breed. Wie is degene die trekker overhaalt? Dat is Jordi van Eck. Jordi van Eck maakt de 1-1. De terechte 1-1. Hier nog een keer balletje breed van Martijn Maris. En dan is het Jordi van Eck. Heel koelbloedig. Langs de keeper. 1-1. Op het bord. De stand bij SVZW tegen ONS Sneek. Cutty Gonzalez met een verre ingooi. En dan is het nog een goede mogelijkheid voor ONS Sneek. Maar Michiel Achterhoek die gelijk de bal ver naar voren toeschiet. Kijken naar de rennende mannen. Hier met Martijn Maris. Komt hij er dan mee? Nee, hij is dan net te laat. Heel erg jammer. En dan zitten we inmiddels in de blessuretijd. ONS Sneek, die gelooft er nog in. Die gaat er nog voor. Michiel Verkeulen die dan een overtreding nodig heeft op Cutty Gonzalez. Wordt er een vrije trap gegeven. Een vrije trap voor ONS Sneek. Iedereen mee naar voren toe. Ook Jan Flap die gelooft daar nog in om hier 3 punten weg te halen uit Wierden. Dan wordt de bal voorgezet. Mooi in de strafschopgebied. Oh, prachtige mogelijkheid voor ONS Sneek. Even de billen bij elkaar voor SVZW. Dan is er nog een corner. Oh, dan wordt de corner overheen gespeeld. Dan Van der Heijden. Van der Heijden zet die bal dan voor, maar kan worden weggekopt. Maar die bal is dan nog steeds niet weg. En dan een prachtige mogelijkheid. En wat een schitterende redding van Michiel Achterhoek. Michiel Achterhoek, die redt de bal. En ook dus de punten voor SVZW. Kijk eens, wat een prachtige redding. Heerlijk zweeft de man door de lucht heen. Perfecte redding. Dan is het Cutty Gonzalez. Cutty Gonzalez die 2 jaar geleden al een keer eerder de deur dicht deed bij SVZW. Bij de thuiswedstrijd en de uitwedstrijd maakte hij dus het beslissende doelpunt in de allerlaatste minuut. En dat zal toch nog niet weer gebeuren. Nee, Michiel Achterhoek pakt dan die bal. En de scheidsrechter Jobse die vindt het dan wel eens. En dan is het 1-1. De stand op het bord. De eindstand. Jordi van Eck, 1-1 einduitslag. Gewonnen of verloren het punt? Ja, ik denk een beetje van beide kanten. Als je kijkt hoe naar aardig wat kansen gaat. Maar in principe, als je kijkt naar de eerste helft, krijg je aardig goede kansen met Kevin Aman, Tim Engbus, Nigel Michels. Ja, dan moet er gewoon één van in en dan krijg je een standaard situatie. Krijg je eerder achter, dan kijk je weer tegen achterstand aan en dat is nooit fijn. Maar ja, uiteindelijk, ik denk dat je blij mag wezen met een punt. Als je de voorbereiding heb ik een aantal wedstrijden van jullie gezien, dan denk je van jullie gaan de hoofdklasse in. Dat wordt 26 wedstrijden. Wat kun je dan halen? 78 punten. Nou, links en rechts verlies je er wat 71 punten. Maar ja, die 7 verliespunten die heb je al. Die hebben we al. Nou ja, daar is niks aan te doen. In principe, kijk, de eerste 2 wedstrijden waren gewoon helemaal. De eerste wedstrijd moet ik zeggen, die waren we gewoon vastgezet. Konden we niet aan het voetballen, wat we in de voorbereiding wel heel goed deden. Nou, dan komen er de ruimtes en dan, zoals dit ook voorbereiden, heb je gewoon prima gespeeld. Ze spelen vrij uit, iedereen fel. Nou, in de eerste wedstrijd waren we ook vastgezet. Dat gaat ook om de counter. Nou, dan kijk je ook weer tegen een achterstand aan. En zoals vandaag speelden we denk ik weer voor het eerst weer echt lekker een beetje vrij uit. Dat we veel op het middenveld balbezit door kunnen rouleren. En dan komt de kans vanzelf en dan heb je de eerste helft gezien en in de tweede helft.
Komt toch weer aan het achterstand door een dode spelsituatie? Ja, zoveelste keer. Ja. We hebben de trainer Paul Krabbe heeft zo vaak gezegd, jongens, we gaan allemaal terug. Iedereen pakt zijn man. Kijk naar de man, kijk naar de bal. En gewoon eens meer springen als je er niet bij kan. Nou, en dan zie je de eerste beste standaard situatie, daar scoren uit. Nou, niemand dekt die man. Ja, dat is ongelooflijk. Dan geef je het gewoon weer weg. En dan kijk je weer tegen achterstand aan. En dat is zonde. Ja, de tweede helft is het dan, sta je 1-0 achter, ga je de rust in. Zoals je terecht zei, had er gewoon een voorsprong moeten zijn. Wat werd er net in de rust gezegd? Wat moest de tweede helft anders? Ja, anders. Ik denk dat je voetballen was helemaal niet verkeerd in de eerste helft. En dat, dan moet je gewoon zo doorgaan. En dan zorgen dat je kansen creëert en gewoon afmaakt. Nou, en dat gebeurt niet. Ik denk dat je start kansen hebt gehad met de Kamphuis nog een keer. En Aman en Davy. Allemaal net niet. Penalty. Penalty. Nou kijk, als je de penalty maakt, nou, dan kom je gewoon op 1-1. En denk dat het een hele andere tweede helft wordt. Wat ik dan wel weer opmerkelijk vind, is dat je dan, en jij maakt dan die goal, een prima goal overigens, want nou, ik denk dat er weinig doelpunt is. Moet je maar eens nakijken op televisie, er ging geloof ik over 6 schijven in de 16. Ja, dat klopt. Dat is gewoon een fantastische paas van Nigel Murals. Nee, de keeper ging al liggen, ik kreeg die bal van Nigel en ik draai hem in en de keeper ging in de korte hoek. En ik lange hoek leg vrij en dat speel ik, schiet ik hem in. Ja. Als je dan toch nog, dan geef je het op de slotfase, dan bijna weg, dat is ongelooflijk. Die leiden hadden allemaal kramp, die speelden hem dan met 7 man. Ja, dat is wel heel erg. Ja. Ze kregen 2 gigantische kopkansen nog. Dat mag je nooit weggeven. We hebben gezegd, iedereen pakt zijn maan, nou, je volgt gewoon je maan en dan zie je gewoon, iemand volgt zijn maan niet, nou, en dan kom je naar binnen. En dat is gewoon kloten. Dus mag je nog blijven eerst dan dat gelijkspel blijft. Uiteindelijk inderdaad dus een puntje tegen ook een kampioenskandidaat. Dit zit ook niet, wat dat betreft is het speelschema ook niet helemaal voor jullie in het voordeel, hè? Nee, dat klopt. Voor mij de eerste 6 toppers die hebben wij. Ja. Maar ik denk dat het helemaal niet verkeerd is. Dan weet je na 6 wedstrijden precies waar je staat, denk ik. En dat is helemaal niet erg. En dan moet je gewoon zorgen dat we gewoon een beetje de lijn doortrekken. En gewoon bovenin meer blijven draaien. En dan zien we het zelf wel waar het schip strandt. Nou, je bent nieuw hier bij SVZW. Hoe bevalt het zaterdagvoetbal en SVZW? Ja, het bevalt hartstikke goed. In het begin is even wennen. Nieuwe jongens allemaal mee. Nou, ik ken 2 jongens van HSC. En nou, dat scheelt wel. De jongens, de jongens van de club die pakken de nieuwe jongens heel goed op. En het bevalt me uitstekend. Het is alleen wat ik wel merk. Het zadenvoetbal is iets fysieker. Maar ja, daar leer je ook van. Daar moet je juist hebben met voetbal in de ploeg voor. En daar moet je hier je kansen mee benutten. Ja. Nou, dan volgende week uit naar Flevo Boys. Dan moet daar maar gebeuren. Dan moet daar gebeuren en daar gaan we vol 100% voor.